Welkom bij de Droomdeken 3.0. Leuk dat je met ons meedoet. We hebben met veel plezier deze Droomdeken 3.0 gehaakt. Hij is weer anders dan de andere. Hij is tweekleurig en heeft prachtige steken. De droomdeken is met verschillende maten haaknaalden gehaakt. Met welke maat je moet haken staat aangegeven in het patroon. En het garen wat gebruikt is Yarn & Colors Happy. Het is een warm, stevig, vormvast garen van wol, acryl en polyamide. En door deze samenstelling kan je de deken goed wassen en blijft hij echt mooi na meerdere gebruik. Voordat je aan de deken begint wil ik je nog een paar tips meegeven. Let op je werkhouding. Ontspannen zitten is het beste. De deken heeft veel steken, dus wat makkelijk kan zijn is bijvoorbeeld markeringen om de 20 of 40 steken zetten, zodat je niet zo heel veel hoeft te tellen. En het is ook handig om de draad uit het midden van je bol te pakken, dan rolt je bolletje niet elke keer weg. Ben je klaar voor de eerste steken van je droomdeken? We beginnen met de Apache Tears en Monique gaat je uitleggen hoe deze gaat. De Apache Tears geeft een mooie grafische vormgeving aan je deken. Je kunt nu toer 1 tot en met 24 haken. Het patroon kan je vinden op de website. Veel haakplezier! Voor de eerste week van de droomdeken ga ik jullie de Apache Tears laten zien. Ik begin natuurlijk met een ketting van lossen. Met haaknaald 6. Ik maak een lus. Ik zet voor dit voorbeeld 20 lossen op. 2, 3, 4, 5. Ik heb mijn ketting van lossen heb ik nu klaar. Ik wissel nu van haaknaald. Ik ga naar 5,5. Ik maak nu eerst een basisrandje voordat ik aan mijn kleurwissels van de Apache Tears begin. Ik ga nu 2 toeren met halve stokjes. De eerste toer, wat wij normaal doen, is in de lus insteken als we de eerste toer gaan maken op een losse ketting. Maar wat we nu gaan doen, we steken wel in de derde, die houden we wel aan, maar we gaan aan de achterkant van de losse ketting gaan we insteken. En aan de achterkant zitten allemaal lusjes, of eigenlijk als je het goed ziet is het een streepje van kleine lusjes. Dus die kleine lusjes gaan we oppakken. En dan beginnen we wel in het derde lusje. Dus dit is de derde losse. Dus dan draaien we de ketting en dan hebben we dat lusje. En dan haken we halve stokjes. Dus deze. En des te losser dat je je beginketting haakt, des te beter kun je in die lusjes weer insteken. Als je hem echt te vast doet, dan wordt het heel lastig om die lusjes op te pakken. En de laatste. Aan het einde van de toer maken we een keerlosse. En haken we nog een toer met halve stokjes voor het basisrandje voordat we aan de Apache Tears beginnen. De derde toer gaan we aan de Apache Tears beginnen. Deze toer keren we nog, dus we haken een keer losse. De Apache Tears zijn eigenlijk allemaal vaste die we in de achterste lussen gaan haken. In de achterste lus van je V-steekje. Dit is de eerste steek van de Apache Tears. Dus we gaan nu alleen maar vast haken. Ja.
Als het goed is, krijg je dan aan de voorkant een soort van een randje te zien. Die je dadelijk weer gaat gebruiken, die voorste lussen, om het patroon erin te maken. De laatste vaste. Na deze toer hecht ik mijn draad af. Dus deze ga ik afknippen. En ik haal hem door. De volgende toer begin ik met een andere kleur. Bij iedere toer wissel je deze week van kleur bij de appartiteers. Dus iedere toer is een andere kleur. Ik ga beginnen met een lus. Die doe ik om mijn haaknaald. Dan ga ik weer aan mijn, eigenlijk aan mijn begin van mijn lapje, proeflapje beginnen. En ik steek weer in de achterste lus in. En ik maak gelijk een vaste. Dus ik haal mijn steek door. Zo heb ik nu al twee lussen op mijn haaknaald. En dan is dit mijn eerste vaste. En ook hier weer heel de toer in de achterste lussen van de vorige toer. En de laatste. Weer recht je de draad af. Dus we halen hem door. En we laten hem hangen. Weer een ander kleurtje. Een lus in je draad. De volgende toer gaan we het patroon erin maken. Dus we beginnen weer. In de achterste lus en we haken een vaste. Haken we er nog één vaste. De volgende vaste. Dus we beginnen in deze toer met vier vaste. Dan gaan we een dubbel stokje haken en die gaan we een paar toeren lager gaan we die insteken, dus die steken we eigenlijk in de voorste lus van de toer met de halve stokjes in, dus dat is deze toer en dat is dan dit lusje, dit is de voorste lus en daar maken we één dubbel stokje in. Dan gaan we verder weer met vaste. Maar dit lusje, deze vaste van de vorige toer slaan we over. Omdat dat dubbele stokje ervoor in de plaats komt. Dus deze slaan we over. En dan gaan we hier verder weer met nu 9 vaste. 3, 4. Dan krijgen we weer een dubbel stokje. Gaan we weer naar de voorste lus van de toer van de halve stokjes. Die pakken we op en daar haken we ons dubbele stokje in. Eentje overslaan van de vaste. En we haken weer verder met vaste in de achterste lus.
tot het einde van de toer. En we hechten weer af. We maken weer een lus. En de eerste achterste lus steken we weer in. En we maken de eerste vaste. Bij deze toer krijgen we in de tweede steek gelijk al een dubbel stokje. Dus die steken we in de voorste lus van de derde toer in. Dat is deze. Maak een dubbel stokje. En de tweede vaste van de vorige toer slaan we nu over. Want die is dan weer, daar is de dubbele stokje voor in de plaats gekomen. Dan gaan we weer vaste haken. Twee, drie, vier, vijf, veertien, vijftien vaste. We maken weer een dubbel stokje in de voorste lus. Deze vaste slaan we over en we haken nog een laatste vaste in de laatste steek. En we hechten weer af. En op deze manier haak je volgens het patroon verder tot en met toer 23. Als je volgens de beschrijving haakt, krijg je dit patroon in je appartitiers. We hebben nu tot en met toer 23 gehaakt. Ik ga nu nog laten zien de laatste toer, toer 24 is dat. Die begin ik nog een keer aan het begin van mijn werk, dus aan de voorkant. Dus dit is de laatste toer die ik nog een keer aan het begin van mijn werk insteek. En dan die haak ik wel nog een keer in de achterste lussen. Deze begin ik wel met twee lossen, wat mijn eerste halve stokje dan is. Dus die telt mee als eerste halve stokje. En dan haak ik in iedere achterste lus een half stokje. En aan het einde van deze toer keer ik gewoon weer met een keerlosse. Ik vind het zelf altijd fijn om een stopnaald te pakken met een scherpe punt. Ik ga eigenlijk door mijn steken heen steek ik eigenlijk, daar is die scherpe punt dan ook weer zo handig voor. Ik kan eigenlijk gewoon door mijn steken heen prikken. Hier stop ik een eindje erin. En om hem nu echt goed stevig vast te zetten, ga ik ook nog weer een stukje terug. En dan weet ik zeker dat hij er niet meer uit plopt. Zo. Niet te strak aantrekken, want dan gaat je werk trekken. En dan knip je hem af. Bij dit patroon
is het handig om je draden op een verschillende lengtes in te stoppen. Want anders heb je, omdat het er zoveel zijn, dan krijg je hier in het begin, stel dat je ze allemaal op deze stukjes, op hele korte stukjes in gaat stoppen, dan krijg je een heel dik geheel. Dus wissel de draden af. Dus de ene stop je tot daarin en de andere stop je tot daarin. Dus wissel ze echt af, dat je niet op één punt al je draden krijgt. Anders wordt het echt een te dik geheel.